Goedenavond. 2 weken geleden Haagse Bluf en nu zijn we er alweer. Maar er is de afgelopen 2 weken dan ook behoorlijk wat gebeurd. De Centrumpartij bleef in de actualiteit een grote rol spelen. Helemaal nadat een Kamerlid had geweigerd om samen met Jan Maat op de koffie te gaan bij de koningin. Smakelijk idee met Jan Maat op de koffie bij de koningin. Ik hoor het haar al zeggen. U drinkt de koffie zeker niet zwart, meneer Jan Maat. En als u denkt, wie was dat nou weer? Nou, dat was bij afwezigheid van Nelleke Burg, Sylvia Holstein. Ja, en ik ga straks ook zingen ook. Zei je nog wat? Ik zei, ik ga straks nog zingen ook. Oh, dat gaat maar goed gaan. Nou. Waar waren we gebleven? Bij de Centrumpartij. Zelfs VVD-voorzitter Kamminga vindt die partij nu een bedreiging voor de democratie. Dat is toch heel behoorlijk van Kamminga? Dat wel, het is alleen een beetje laat. Maar ja, vroeger haalde de Centrumpartij alleen nog maar kiezers bij de Partij van de Arbeid weg en nu ook bij de VVD. Misschien heeft dat er iets mee te maken. Premier Lubbers haalde de krant met zijn uitspraak: wij kunnen alleen het paard naar de voederbak leiden, verder kunnen we niks doen. Ik denk dat voor uitkeringstrekkers en ambtenaren dat paard wel een nachtmerrie zal worden. Logisch dat het paard problemen heeft om naar de voederbak te komen. Het is door de regering eerst zorgvuldig achter de wagen gespannen. In het CDA zijn ze er inmiddels van overtuigd dat er iets gedaan moet worden aan de beeldvorming van die partij. Zo vond een werkgroep van het CDA dat de kiezers door de media slecht worden ingelicht over de partij. Nou mogen die ChristenDemocraten daar juist heel blij mee zijn, want stel je voor dat de media de kiezers precies vertellen wat er allemaal in het CDA gebeurt. Dan stemt er niemand meer op. Maar ze steken ook de hand in eigen boezem. Volgens die werkgroep moet de samenstelling van de CDA-fractie drastisch veranderen. Er moeten meer jongeren in, meer vrouwen en minder specialisten. Wat die werkgroep dus graag ziet, is een katholieke meid van een jaar of 23 die van niks weet. Op zaterdag 29 oktober is er de grote vredesdemonstratie op het Malieveld in Den Haag. De kerken hebben besloten dat ze die dag open gaan. Onder het motto, wie in de kerk zit, loopt tenminste niet mee in de demonstratie. Kerken open, koppen dicht dus eigenlijk. En voor de kinderen hoef je niet thuis te blijven, die kun je afgeven bij elke Albert Heijn. Want die zaak heeft in de krant laten zetten, Albert Heijn past op de kleintjes. En verder wordt verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. Hoe zou dat eigenlijk gaan? Moet je dan een klacht indienen? Weet ik veel, ik heb niks te klagen. Maar wie controleert dat dan? Ik denk de gasman, want die controleert nu ook al de hondenbelasting. En tenslotte is Piet S. van Slavenbeursbank weer op vrije voeten. Maar het zou me niks verbazen als ze nu Wim D. van de Nederlandse B. arresteren. We beginnen Haagse Bluf zo dadelijk met de man die eergisteren nog in het gezelschap verkeerde van Jozef Luns. En vanmorgen op de foto in de krant stond met de president van Mozambique. U begrijpt, premier Lubbers kan tegen een stootje en dus dit programma kan er ook nog wel bij, dachten we zo. Dan is er al jarenlang gezeur over de verplichte keuring van personenauto's. Maar vandaag kwam het kabinet eindelijk met een beslissing. Staatssecretaris Scherpenhuizen van Verkeer en Waterstaat komt vertellen wat dat besluit inhoudt. En we laten de reacties horen van de Partij van de Arbeid en van de ANWB. Volgende week zijn in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen. En dat is een debat waar altijd vol verlangen naar wordt uitgezien. Maar dat na afloop altijd saai wordt genoemd. Zeker is dat het onderwerp onder andere zal zijn kernwapens. Dat zal daar bij die besprekingen uitgebreid aan de orde komen. Vanavond een voorproefje met het PvdA-kamerlid Relus ter Beek en Joep de Boer van het CDA. Wat bij die algemene beschouwingen altijd een komisch gezicht is, dat is die regeringstafel met alle ministers en staatssecretarissen als één grote familie bij elkaar. Nou, als u goed kijkt, zult u ook zien zitten de minister van Ontwikkelingssamenwerking, minister Schoo. Die is de laatste tijd nogal in het nieuws en vandaar dat we haar vanavond hebben uitgenodigd. Nou, en dan tenslotte de ambtenaren, die gaan de barricade op, dat hebt u overal kunnen lezen. Voorop loopt in elk geval de voorzitter van de ABFA CABO, Jaap van der Schreur, en ook hij is vanavond hier. Maar om te beginnen het gesprek met de minister-president,
Marjolein Uitzinger neemt hem onder vuur of in de tang, dat weet ik niet precies. Dat zullen we er vanaf laten hangen. Meneer Lubbers, vanmiddag is bij de Tweede Kamer eindelijk het langverwachte wetsontwerp ingediend over de belastingheffing op twee verdieners. Het gaat zowel om gehuwden als om mensen die ongehuwd samenwonen. Kunt u nou uitleggen wanneer volgens u twee mensen samenwonen? Ja. Mooie vraag. Ik zou het andersom willen stellen. Vroeger hadden we een huwelijk. En dat was voor de belasting aanleiding om op een bepaalde manier je biljet in te vullen. En daar kon je bepaalde rechten en plichten aan ontlenen. Ik denk hoe dan ook, we zijn nu in de situatie van verschillende vormen van samenleving. We zullen een keus moeten doen. Wij doen de keus nu als volgt, dat we vinden dat de draagkracht in een economische eenheid, in een eenheid of nou een gezin is of iets anders, dat die bepalend zou moeten zijn. Vragen ze dus eerder deze, zouden mensen die zich willen onttrekken aan controle en zich willen beschouwen als twee individuen, zouden die dat niet zo kunnen spelen voor de belastingen dat het zo lijkt? Nou, dat is dan prima. Hoe controleer je dat dan? Dat is niet eigenlijk het grootste probleem. Want op het moment dat ieder dat voor zich gaat doen, dan gaan ook bepaalde faciliteiten die nu diegene hebben die bepaalde vrijstellingen krijgen, gaan dan ook weer wegvallen. Maar wanneer leven nou, dat blijft toch de vraag, want u antwoordt er niet echt op, wanneer is nou volgens het kabinet er sprake van samenwonen? Samenwonen is als twee mensen in Nederland hun huishouding combineren. Dat is samenwonen. Als ze op één adres wonen bijvoorbeeld? Dat is inderdaad zo. Maar het is dus niet zo dat wat eerst de bedoeling was om iedereen in principe te beschouwen als een tweeverdiener, tot die ieder het tegendeel kon bewijzen? Nee, zo is het niet. Dat principe is losgelaten door het kabinet? Ja, wij zullen natuurlijk in de Kamer nog moeten kijken wat ieder van vindt, maar wij hebben het nu op deze wijze opgezet en we menen dat dat rechtvaardiger is. We menen dat het niet rechtvaardig zou zijn om in Nederland de belasting zo eenzijdig als nu, want het is scheef gegaan geleidelijk aan, te leggen op die economische eenheden, die gezinnen, waar er maar één het inkomen binnenbrengt. En we proberen dus die belastingen wat meer te spreiden over iedereen. En dan moet je rekening houden met hoe duur is het leven voor iemand. Wij geven toe dat als twee mensen samenwonen, dat je niet kunt zeggen, het kost maar voor ieder de helft, het gaat te ver. Maar je kunt wel zeggen, het is wat goedkoper dan dat je alleen woont. En dan vinden we dat we niet een onderscheid moeten maken tussen een gezin, iemand die zich als huwelijk geregistreerd wenst te zien, en anderen. Maar goed, het is een hele bewuste politieke keus. We hopen dat de Kamer dat zal dekken, daarmee mee zal gaan. Want als je dat niet doet, dan kun je natuurlijk wel fluiten, vind ik, naar het begrip van rechtvaardigheid in de zin van draagkracht. Maar de overheid moet dus bewijzen dat mensen samenwonen. Ze hoeven niet zelf aan te tonen dat ze alleen wonen. Ik vind dat niet de goede benadering. Het is niet een kwestie van aantonen van dit of dat. Ik vind dat een Nederlandse burger zich normaal heeft te gedragen als er een belastingssystematiek is die zegt, indien je samenwoont, doen we het zo. Indien je alleen wenst beschouwd te worden, doen we het zo. Nou, dan ga ik ervan uit dat dat ook op een redelijke manier gebeurt. Vooruit maar, ik hoop dat u gelijk heeft. De gasprijs, een andere zaak. De gezamenlijke gasbedrijven, verenigd in de VEGIN, die hebben zich uitgesproken tegen de gasprijsverhoging zoals minister Van Ardenne die per 1 januari wil doorvoeren. Wat gaat er nou gebeuren? Gaat de minister die verhoging dwingend opleggen? Ik heb aanleiding te veronderstellen dat dat eerst nog wel een hele discussie in de Kamer zal gaan geven. Maar, en ik denk dat daarna de balans opgemaakt zal worden, waarbij de regering natuurlijk zijn standpunt zal verdedigen, zijn argumenten waarom wij vinden dat dat moet gebeuren. Na omkomst van de discussie in het parlement zullen nadere besluiten moeten vallen. En als het moet, ja, dan moet het bij wettelijke regeling gebeuren.